dat helemaal herstellen en zo, dat is... Vermoedelijk, deze gaan we blootleggen en herstellen. Dat gaat wel een hele andere zaal worden, een keer dat daar een wolken nemen op. Ze worden de Sixtijnse kapel van Gent. Waarom zou je niet groots dromen? De Gentse opera zal de komende jaren een grote metamorfose ondergaan. De Vlaamse overheid en de stad Gent hebben er ook wel wat geld voor over. 112 miljoen euro. En dat moet in 2028 uiteindelijk niet alleen een prachtige nieuwe opera opleveren, maar een gebouw waar cultuur in al haar glorie beleefd kan worden. Het is een moment waar we heel hard moeten nadenken over welke centen we uitgeven. Maar we moeten ook durven investeren. We moeten ook zorgen dat we die economie terug aanzwengelen. En dat we dus in dit geval die bouwsector en die culturele sector terug op gang krijgen. Opdat we daar ook terug toeristen kunnen mee lokken in de toekomst. En als overheid hebben we daar zeker een opdracht te vervullen.